Oh. Pieke. Goedendag. Ik sta tegen als ik hier naar binnen ga. Ik zit de honger. Ik sterf van de honger. Dank u. Geen geld bij me. Ach, ik zie... U zit toevallig net aan tafel. Heeft u de zwaar tegen als ik even aanschuif. U heeft zo'n heerlijk bot liggen. Zeker nooit gehoord van gast aan tafel, hè? Zagarijn. Ik denk niet dat het een 3-sterren herberg is, maar toch maar proberen dan. Wat moet je? Je hebt een hele leuke etablissement hebben we hier. Gezellig ook met uw boerstoelen en zo. Wat moet je? U bent trouwens ook een hele sympathieke gastheer. U zelf ook hebt leuke uitstraling. U straalt erg leuk uit. Wat heb ik? Komt natuurlijk ook door de gasten hier. Hè. Het is ook erg gezellig publiek wat hier komt. Zou ik de kaart even mogen hebben? De wat? Ja, dat maakt ook niet uit. Maak u zelf maar iets. U weet zelf wel wat lekker is natuurlijk. Ik bedoel, geld speelt geen rol, zeg maar zeggen, hè? Gezellig babbel hebben u ook. U bent een babbelaar waarschijnlijk ook, hè? Leuke talk. Maar ik zou nu wel iets willen eten, dus als u aan het werk zou willen gaan, dus... Huppakee. Oeh, daar, vrouw. Leuke dochter heb ik, leuk. Gezellig. Die kerel die zit nou al 3 uur te vreten. Waarom? Omdat hij geen stuiver op zak heeft. Oh. Zal ik hem dan even in elkaar beuken? Nee hoor, nog niet. Waarom niet? Kijk nou, dat is toch leuk? Wil jij soms betalen? Ik begin het. Je hebt anders al gehad. 4 ossencarbonaris. Bakpokking in de buikspit. Een wilde zwijnskop. Hersens van het rund. En deze schenkel. Doe maar gevulde varkensoren. Dubbele portie